zitten hier met Theo Maas op de Brabantdag in Den Bosch. Ik ben hier op bezoek, ook op uitnodiging ook van het gewest Brabant, om met zoveel mogelijk leden te praten over de kandidatuur. Maar je merkt gewoon wat voor dingen hier spelen, wat voor toffe initiatieven. En daarom wil ik met jou even hebben over de actie die je net hebt gestart. Ja. Want ik ben zelf ook een beetje een activist, hè? Ook in het onderwijs geweest vanuit de studentenvakbond. Maar jij bent een actie gestart. Ja, klopt. Vertel eens wat meer, want het gaat over onderwijs. Het gaat over onderwijs en ik vind hem ook heel belangrijk. Onderwijs hebben we de mond vol van hoe belangrijk we dat vinden voor onze kinderen. Zeker ook het basisonderwijs. Als we het hebben over het belang van een goed fundament, dan doen al die fantastische beroepskrachten daar elke dag hun stinkende best voor. En ik vind dat ze daar echt voor ondergewaardeerd worden. Ja. En daar wil ik met een korte actie eigenlijk aansluiten bij de actie die ze zelf komende dinsdag hebben. En wat ga je doen? Wat is het plan? Want het is een impulsieve actie. Hè? Je zei net, we spraken elkaar net even, we moeten eigenlijk ook wat minder bestuurlijk en wat meer impulsief durven zijn. Dichter bij de mensen. Laat vooral de mensen om wie je hart wilt maken, laat dat ook die mensen zelf merken. Ja. Dus komende dinsdag gaan we in Brabant bij zoveel mogelijk basisscholen een tas met appels bezorgen. Om daarmee ook te onderstrepen dat we een appel willen doen op de Haagse politiek, ook op onze eigen partij, om ervoor te zorgen dat de basisschool, leerkrachten en onderwijzend personeel, ondersteunend personeel, gewoon beter beloond worden zoals het hoort. Ja, want eigenlijk het is een thema aan het worden. Hè? Het zijn de belangrijkste onderwijzers eigenlijk. Hè? De jongste, hoe jonger je bent, hoe meer je kunt leren nog. Ja. En die worden eigenlijk te weinig betaald voor wat er nu van ze wordt verwacht. Ja, in mijn rol als wethouder kom ik regelmatig met het onderwijs in aanraking. En met meer mensen die voor de publieke zaak werken. Ook als het gaat om verpleegkundigen, verzorgenden. Mensen die elke dag opnieuw eigenlijk voor het hart met een T, hart met een D werken. Ik vind dat we daar als samenleving veel meer oog, oor en ook waardering, ook financieel, voor mogen hebben. En volgens mij, jij hebt een ochtend, heb je heel Brabant gemobiliseerd. Ja. Laat het zo zeggen, er zijn hier 200 mensen in alle afdelingen die gaan dit doen. Of ze het allemaal gaan doen, maar in ieder geval, er gaan op honderden scholen gaat dit gebeuren. Ja. Volgens mij, Brabant alleen is niet genoeg. Dit is gewoon een landelijk thema. Dus mijn oproep is eigenlijk ook aan elke afdeling, iedereen in elke afdeling die dit ziet. Ja. Ik betaal zelfs doods die zak appels. Hè. Volgens mij is dat het probleem niet. Het gaat om het gebaar, het gaat om het thema. Absoluut. Het is een landelijk thema en dat moeten we gewoon oppakken. En niet alleen maar door even wat in Den Haag te zeggen, maar gewoon naar de scholen toe te gaan. Ja, nou dan daag ik jou uit, want ik heb een persbericht klaarstaan. Ik heb een begeleidende brief klaarstaan, een tekst als voorbeeld. Maak je een ander, vind ik het ook goed. Maar kom in die toestand allemaal. Ik ga jou die mail sturen. Dan kunnen ze bij jou de tekst opvragen. Of kun jij zorgen dat alle afdelingen in Nederland dit kunnen gaan doen. We gaan het gewoon doen. Wij hebben een e-mailadres pvdanders@gmail.com. Daarop kan gemaild worden. We gaan het gewoon doen. Ja. We hebben ook een perslijst. Ik ga je helpen. Lijkt me nog tof. Ja, helemaal top. Thanks. Graag. Thanks. Yo.